Wat misschien niet iedereen zich helemaal realiseert, is dat afvalwater eigenlijk vrijkomt omdat wij natuurlijk voedsel gegeten hebben. Dat wordt verbouwd doordat wij daar kunstmeststoffen aan toegevoegd hebben. En als wij dat voedsel eten, dan wordt van die kunstmeststoffen wordt misschien maar 10% in ons lichaam gebruikt. En de rest scheiden wij weer uit en komen op die rioolwaterzuivering terecht. Vanuit de historie worden al die nutriënten gewoon vernietigd. We hebben hier een nieuwe manier van afvalwaterzuivering. Waarbij we een heel innovatieve scheidingssysteem gebruiken. Waarbij we naar decentrale technologieën gaan om uit ruw afvalwater enerzijds een heleboel mooi schoon water te maken. En anderzijds een heel klein concentraatstroompje. En uit dat kleine concentraatstroompje kunnen we alle waardevolle stoffen die in ruw afvalwater zitten, kunnen we heel effectief terugwinnen. Wij hebben een membraantechnologie ontwikkeld die drukloos werkt. Die werkt eigenlijk op basis van een concentratiegradiënt. En doordat het een drukloos proces is, hebben we veel minder last van die vervuiling. En daardoor kunnen we met ook zulke erg vervuilende stromen toch zo'n hele hoge concentratiefactor bereiken. Een ander groot voordeel van een decentraal systeem is dat het heel flexibel is. Onze demografie verandert heel snel. Steden groeien, dorpen krimpen. En de huidige rioolwaterzuiveringstechnologie is eigenlijk heel statisch. In Nederland zijn we eigenlijk altijd wel een gidsland geweest gebied van ontwikkelingen, gebied van waterzuivering en duurzaamheid. En dit is de volgende stap waar wij denk ook in de wereld weer toonaangevend kunnen zijn.